De luchthaven van Zaventem, einde mei 2015. Infrastructuurspecialist Aswebo start met de renovatie van runway 25L-07R. Er gingen maanden van uiterst precieze planning aan vooraf. 2 tot 3 lagen asfalt gaan eruit, maar ook de afwateringskanalen, de kabels en de transformatorbakken van de signalisatie. Aan de zijkanten van de baan wordt ook de fundering onder het uitgebroken asfalt verwijderd. Er ontstaan enorme bergen puin. Alles wordt netjes gesorteerd, gebroken en gezeefd, want een belangrijk deel is bestemd voor recyclage. Dankzij de combinatie van aan- en afvoer, het recycleren van de opgebroken materialen en een geoptimaliseerde planning wordt de impact op omgeving en milieu tot de laagst mogelijke grens gebracht. Veilige take-off en touchdown zijn de hoogste prioriteiten op een internationale luchthaven. En dat vraagt runways als biljarttafels. Het is dan ook geen sinecure om de diverse lagen asfalt over een lengte van zowat 3 kilometer en met een breedte van 45 meter naadloos en supervlak aan te leggen. Daarvoor rijden maar liefst 6 tot soms 8 uitgebouwde asfalteringsmachines zij aan zij. Tegen het einde van het project zal 100.000 ton verse asfalt verwerkt zijn, voor een oppervlakte die ongeveer zo groot is als 42 voetbalvelden. De uitgeharde toplaag wordt voorzien van duizenden evenwijdige groeven die bij regenval mee zullen helpen om het water af te voeren. En de finale markeringen moeten heel precies zijn en van hoge kwaliteit. Twee en een halve maand na de start van de werken kan de vernieuwde baan opgeleverd worden. Zowat 1500 betrokken personen hebben alles gegeven, zodat Aswebo dit project voortijdig en conform alle vereisten kon afronden.